Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik een aantal nieuwe voorjaarsproducten van Catrice laten zien. De nieuwe voorjaarsproducten zijn in het vaste assortiment van Catrice gekomen. En ik heb weer het een en ander besteld. Dus ik dacht toch wel weer eventjes leuk om te laten zien wat je nieuw in het assortiment van Catrice kunt verwachten. Dus mocht je benieuwd zijn naar de nieuwe producten die er liggen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb hier de doos met alle producten. Ik bestel de producten tegenwoordig online. Omdat ik heb zelf in de winkels niet zo'n heel groot schap van Catrice. Dus heel veel producten waar ik dan geïnteresseerd in ben, die hebben ze ook niet. En als ik het online bestel, weet ik ook zeker dat het niet al gebruikt is. Want dat is in de winkel vaak wel een dingetje. In deze video ga ik de producten ook niet swatchen. Ik laat ze enkel zien en ik geef je wat meer informatie erover. Dit is omdat ik naast dit YouTube kanaal een eigen blog heb. En als ik schrijf daar dus blogposts over make-up. En het is dus niet mooi als de producten er al gebruikt zijn. Ik zeg het eigenlijk altijd in dit soort video's. Catrice heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate. De eerste update is dan in februari met voorjaarsproducten. En dan heb je in augustus alweer de tweede update met de najaarsproducten. Ik zal de prijzen van de producten even in beeld neerzetten. En dan ga ik gewoon even laten zien wat ik heb gekocht. Waar ik zelf wel heel erg benieuwd naar ben. Ik heb allereerst twee Melted Sun Cream bronzers gekocht. En dat zijn deze. Ik heb ze in twee kleuren. Dit is de kleur 030 Pretty Tint. En dan is dit de kleur 020 Beach Babe. Dit zijn van die bronzers die dus een cream textuur hebben. Dat is altijd wel heel erg mooi. Krijg ik het doosje open. Kijk, ze zijn dus heel creamy. En als je deze dus aanbrengt op je gezicht, dan kun je ze daarna gewoon heel erg mooi inblenden. En heel vaak met dit soort producten smelten ze een beetje samen met de huid. Dit is de lichtere kleur. Je kunt hem dus opbouwen, deze bronzer. En het staat er inderdaad ook op dat hij samensmelt met de huid voor een naturel sun-kissed look. Dus dat is die. En dan, dit is dus die donkere. Die zal ik ook even openmaken. Kijk, dan zie je eigenlijk al dat hij een stuk donkerder is. Ik vind het zelf altijd een beetje lastig welke kleur past het beste bij je huid. Dus ik dacht, nou dan test ik ze gewoon allebei. Of ik koop ze allebei, dan kan ik ze allebei uittesten. Omdat ik twijfel. Kijk, vaak, ik hou zelf wel van een wat donkerdere kleur. Maar nou ja, goed, ik ben wel heel erg benieuwd naar deze twee creamy bronzers. Dan heb ik een High Gloss Liquid Eyeshadow. En dat is deze. Dit is de 010 Glossy Glam. En je had deze ook in verschillende tinten. Ik heb volgens mij een blauwe gezien, een rood-oranje-achtige, een gele en een groene. Het is wel zo vaak bij dit soort producten dat ik een beetje last kan hebben van mijn ogen, omdat ze wat gevoelig zijn. Maar deze vond ik wel heel interessant, want hier kun je een soort wet look effect mee creëren. Ik laat hem even dicht zitten, want anders dan zit je met de houdbaarheidsdatum, dat die dan al gelijk ingaat. Hij heeft gewoon een vlokapplicator. En als je dus een ooglook hebt gemaakt met gewoon poeder oogschaduw en je brengt dit er overheen aan, krijg je een wet look effect. En dat vond ik wel een heel tof iets. Althans, het lijkt me heel tof. Of het werkt, dat weet ik natuurlijk nog niet. Maar ik vond het wel heel tof. Dan lijkt het misschien net op dat je zo uit het water komt. Terwijl natuurlijk, als je gewoon normaal uit het water komt met je oogschaduw, dan is alles vaak weg. Maar dit leek me wel heel erg interessant. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel leuk. Dus dan heb ik gewoon alleen de transparante gekocht. Maar nogmaals, je had dus meer kleuren. Dan heb ik een Plumping Lip Balm van Drunken Diamonds. En hier hebben ze ook al eerder lippenstiften van gehad. Deze heeft een hele mooie verpakking. Hij is dus heel erg mooi zwart met mooie glitters. Hij heeft de naam 050 Bury Me in Rubies. En het is dus gewoon een lippenbalsem die de lippen dus ook plumpt. En hij heeft wel een vrij donkere kleur. Maar hij bevat ook een glittertje. Dus ik ben wel heel benieuwd of die kleur ook echt zo donker wordt. Het rare is, ik ruik geen menthol.
Normaal gesproken met dit soort producten, als het plumping is, ruik je menthol. En dat ruik ik niet. Maar hij ziet er wel heel erg mooi uit. Dus ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar deze. Deze had je trouwens gewoon ook in één tint. Maar ik vond die andere heel erg fijn. Dus ik was ook wel heel erg benieuwd naar deze nieuwe variant. Dan is er ook een nieuwe primer. En dit is de Skin Glaze Hydrating Serum Primer. Hij is dus een primer, maar hij verzorgt dus ook tegelijkertijd. Er zit Squulan in, als ik het goed uitspreek. 0,5%. En je kunt het over je hele gezicht aanbrengen voor een glass skin look. Je moet alleen wel het gebied rondom de ogen en de lippen dus vermijden. Maar ik vond hem er wel heel interessant uitzien. Ik ben over het algemeen echt een heel groot fan van de primers en serums van Catrice. Dus ik was wel heel erg benieuwd wat deze zou doen. Hij is trouwens ook alcoholvrij en ook vrij van parfum. Je brengt dit gewoon aan met een pipetje. En het ziet er een beetje melkachtig uit als ik zo bekijk. Het ruikt niet. Nee, het is inderdaad, je ruikt er echt helemaal niks van. Maar omdat mijn huid best wel goed gaat op de primers en serums van Catrice, was ik naar deze ook wel heel erg benieuwd. Vooral omdat alles tegenwoordig ook vegan is en er zit dus inderdaad geen alcohol en parfum in. Dus dat is altijd ook wel weer een heel fijn iets. Dus ik ben benieuwd wat deze doet voor mijn gezicht. Of dat hij echt een soort van glowy look gaat geven. Of dat je een nieuw gezonde glow ervan krijgt. Ik ben wel heel erg benieuwd. Dus ja, ook zeker een leuk serum. Ja, omdat ik het besteld heb, komen heel veel dingetjes dus aan. In zakjes. Maar er was ook een nieuwe highlighter. En dat is de Space Glam Holo Highlighter. En dat is deze. Deze heeft de naam 010 Beam Me Up gekregen. Het is een effect highlighter. En hij ziet er wel echt heel erg leuk uit. Als je hem zo houdt, lijkt hij een beetje zilverachtig. Maar doe je hem zo, heeft hij weer een hele andere tint. Ik vind ook het holografische gedeelte rondom de poeder heel erg leuk. Ga je open of niet? Ja, je gaat open. Heel erg leuk. Ook dat doosje is paars van kleur, wat ik heel leuk vind. Dus ik ben hier heel erg nieuwsgierig naar. Ik moet wel zeggen, hij is kleiner dan ik had verwacht. Ik had toch een iets groter doosje verwacht. Ik dacht echt, nou, we krijgen vast een heel groot doosje. Maar dat was dus niet zo. Maar hij ziet er wel heel erg mooi uit. Dus ik ben heel erg benieuwd wat deze highlighter precies gaat doen. Wat de afwerking gaat zijn. Want zoals ik al zeg, als ik er zo naar kijk, als ik hem zo schuin hou, is die echt goud. Wat ik op de camera niet goed kan laten zien. Maar hou ik hem zo, is die weer meer zilver. Dus ja, een interessant product als je het mij vraagt. Dan heb ik een Magic Shaper Face Cream Palette. Dat is deze. Deze heeft een 010 Holy Grail gekregen. En met dit palette kun je dus eigenlijk je gezicht compleet contouren. In dit palet zit namelijk een blush, een highlighter, maar ook bronzerkleuren. Er zitten verschillende kleuren in, dus er zit meestal wel een kleur in die bij je huid zal passen. Ja, je zou er een naturel look mee krijgen, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Er zit ook nog een plasticje overheen, maar je krijgt... Oké, die zit dus niet goed vast. Er is niks mee gebeurd, maar ik hou hem even zo vast. Want als ik hem dus schuin hou, dan valt alles eruit. Je hebt dus bronzerkleuren, twee blushjes en een highlighter. Dus ik ben er wel heel erg nieuwsgierig naar. Of dat alle producten ook een beetje bij je huid zullen passen. Want dat is altijd wel voor iedereen heel erg verschillend. Ik zal het doosje weer even dicht doen. Voordat hij er weer uit vloept. Maar ja, omdat je ook wel wat lichtere kleuren hebt. Er staat overigens... Kijk. Hij zit gewoon los. Misschien moet ik er een druppeltje lijm achter doen. Ik denk gewoon dat ik net eentje heb die niet helemaal goed is. Het zijn ook formules die je op kunt bouwen. En je blendt ze dus daarna gewoon uit met een kwast of een sponsje. En ja, ik ben altijd wel benieuwd of dat echt werkt. Er staat ook een plaatje achterop waar ze alle producten hebben gebruikt. Dus mocht je nieuw zijn in dit soort producten,
is dat ook altijd wel handig. Nou twijfel ik of er ook twee highlightkleuren in zitten. Dat staat er niet helemaal duidelijk op, want ik twijfel of dat dit een highlightkleurtje is, maar ik denk toch eerder een bronzer als ik er zo naar kijk. Ik vind hem toch wel donker overkomen, maar ook wel een heel interessant palette. Alleen jammer dat hij niet zo stevig is. Dan is er ook een nieuwe mascara. Ook deze zal ik dicht laten, omdat anders de houdbaarheidsdatum al ingaat. Hoe lang die dan houdbaar is, want dan hou ik hem te lang open misschien. Dit is de Fake It Volume en False Lashes Mascara. Hij zou 24 uur blijven zitten en dit is de gele verpakking. Misschien komt de mascara hulsje bekend voor, want ze hebben al vaker van dit soort mascara's uitgebracht. Volgens mij is het nu al de tweede keer dat ze voor een glanzende huls kiezen. En eerder waren de hulzen mat. Die voelden een beetje rubberachtig aan en dat is dus niet meer zo. Dus ja, een mascara die dus volume belooft, maar ook een effect van valse wimpers. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Het is altijd een beetje de vraag, maken ze het waar? Ik kan wel even een plaatje van het borsteltje in beeld neerzetten, zodat je een idee hebt hoe die eruit ziet. Het is bij mij altijd, de ene keer vind ik de borsteltjes heel fijn die erin zitten en de andere keer niet. Maar dat is ook gewoon een hele persoonlijke voorkeur waar je van houdt. Ik hou zelf meer van de borsteltjes met haren dan van die plastic borsteltjes. Daar heb ik niet zo'n hele goede ervaring mee, want op de een of andere manier belanden die altijd in mijn oog. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of dat deze mascara zijn beloftes waar maakt. Want ik moet zeggen, ik heb ze eigenlijk de meeste wel getest. Ik vond ze er heel veel fijn, maar er waren ook wel bij die ik toch wat minder vond. Nou, deze ben ik wel heel erg nieuwsgierig geworden of dat hij doet wat hij belooft. Dan is er ook een nieuw product voor de wenkbrauwen. En dat is de All-in-One Brow Perfector. En dit is wel een heel interessant product. Hij ziet er zo uit. Ik heb hem in de kleur 020 Medium Brown. Het is een product met twee kanten. Want je hebt aan deze kant, als je hem opendraait, poeder. Kijk, hier zit dan de poeder in. En dan is dit de applicator. Dan kun je dus je poeder aanbrengen. Maar je hebt aan de andere kant ook een pen. Dus je kunt op twee manieren kun je wenkbrauwen invullen. Dus of je de poeder wil gebruiken of de pen. Deze kun je natuurlijk omhoog draaien. Dan komt het product eruit. Dus dat is al wel heel erg bijzonder dat die twee kanten heeft. En als je dan de bovenkant eraf haalt, dan heb je ineens een spoelie. En dat is natuurlijk altijd fijn om je wenkbrauwen mee door te komen. Ik moet wel zeggen, ik vind deze spoelies nooit zo heel erg fijn. Want ik heb zelf een hele fijne spoelie van Real Techniques. Die vind ik zelf het fijnste. Dus meestal gebruik ik de spoelies die op die deze dingen zitten eigenlijk niet op die hulzen. Maar ja, als je dat zelf niet hebt, dan is het wel heel handig. Het is eigenlijk gewoon een multifunctioneel product. Waarmee je eigenlijk heel precies wenkbrauwen in kunt kleuren. En ja, of je nou graag de poeder gebruikt of toch liever de pen, dat is dan aan jou. Maar het is eigenlijk wel fijn dat je gewoon meerdere producten in één hebt. Verkrijgbaar in verschillende kleuren ook trouwens. Ook al is er nu twee nieuwe eyeliners. En ik ben dol op de eyeliners van Catrice ook. Dit zijn de ink eyeliners. Die 24 uur zouden blijven zitten. En dan hebben we de gewone variant. En ook de waterproof variant. Dit is dan de gewone. Ook hiervan zal ik het borsteltje even in beeld neerzetten. Een plaatje. Want dan hoef ik hem nog niet open te maken. Dit is de 010 Best in Black. En dit is gewoon een eyeliner. Ja, die dus 24 uur zou blijven zitten. En ik denk dat je hem best wel fijn kunt aanbrengen. Ik hou wel van dit soort eyeliners. Ze hebben deze eyeliners vooral in penformaat gehad. Dus nog niet in een liquid eyeliner. Ja, en dit is dan gewoon een waterproof variant. Die dus tegen water zou moeten kunnen. Dus als je een regenbuitje hebt, zou dit moeten overleven. En je zou denken ook een zwemsessie. Dit is de 010 Stax in Black. Ja, het is eigenlijk gewoon dezelfde eyeliner, maar dan waterproof. Ik vind het altijd leuk om beide eyeliners dan te proberen. Want ik heb wel eens gemerkt dat, ondanks dat een eyeliner waterproof belooft te zijn, het niet altijd is. Maar het zijn wel twee nieuwe eyeliners. Ik vind die pen varianten heel erg fijn. Dus ik was ook wel heel erg benieuwd naar de liquid varianten van deze. Dan hebben ze ook nieuwe blushjes uitgebracht. En dit zijn de Blush Affair Liquid Blushjes. Ik heb ze in twee kleuren gekocht. En dat zijn deze. Het gaat wel goed. Ik laat veel vallen vandaag.
Oké, ik heb hem weer gevonden. Zo zien de verpakkingen eruit. Ze komen dus in tubetjes. Je hebt ze in diverse kleuren. Ik heb twee kleuren uitgekozen die mij het meest aanspraken. En dat is de 010 Pink Feelings. Het is dus deze kleur, een beetje een lichtere kleur. Je moet ze dus even goed schudden voor het aanbrengen. En het zijn dus, hier zit een marshmallow extract in. Oeh, dat is interessant. Ja, en dan kun je ze ook gewoon weer uitblenden met een kwastje of een sponsje. Kijk, heeft een hele kleine opening waar het product uitkomt. Dus op zich moet het goed te verdelen kunnen zijn. Dus dat was die kleur. Maar ik heb ook nog een andere kleur. Even goed het dopje er weer terug opdraaien. Het voelt alsof er niet heel veel in zit. Deze voelt voller als die, maar dat kan ook bedrog zijn. En dit is de 010 Velvet Rose. Maar hier zit ook marshmallow extract in. Dus ik denk dat ze dat gewoon standaard hebben. Dat is een net iets donkerdere kleurtje waarvan ik ook wel dacht dat vind ik er wel interessant uitzien. Dus dat zijn deze twee blusjes waar ik zelf ook wel heel erg nieuwsgierig naar ben geworden. Wel leuk dat je veel verschillende kleuren hebt. Want zo is er eigenlijk altijd wel een kleur die bij iemand past. Dan hebben we nieuwe nagellakjes. Ze hebben pastel nagellakjes uitgebracht. En ik dacht, ja, voorjaar, ik vind dat wel leuk. Ik vind het toch altijd leuk om nieuwe nagellak te proberen. En dit zijn de Pastel Please Nail Polishes. Ze zijn dus heel erg leuk. En als ik heel goed kijk, zit er ook een heel fijn glittertje in. Dit is de 040 Mint Breeze. Er staat verder niet heel veel informatie op. Ik denk gewoon dat ze heel leuk een kleurtje. Hij lijkt wel een beetje op deze. Maar ik heb hem natuurlijk nu niet op. Dit is een ander kleurtje. Maar ja, ze hebben dus weer een dubbele dop. En daar kun je dus je nagels mee lakken. Als je nou denkt dat dit soort kleuren te licht zijn, kun je er altijd een witte nagellak onder aanbrengen als basis. Dan wordt de kleur vaak iets intenser van. Maar ik vond ze wel heel erg gezellig eruit zien. Dus dat is de groene variant. Dan hebben we ook de 020 Sunny Honey. Dat is een gele, vind ik ook wel een heel gezellig kleurtje, moet ik zeggen. Ik hou er wel van. Dus ja. Dan hebben we een paars kleurtje en dit is 020 Cloud 9. Klopt dat wel? Ja, volgens mij wel. Ja, die gele is 030 en dit is 020. Nee, dan hebben we het weer helder. Ook hier zit een fijn glittertje in. Ik vind het een beetje blauw-paarsachtig. Er zit er een beetje tussenin. Ik kan hem niet helemaal thuis brengen, maar hij ziet er wel heel gezellig uit. Maar ze hadden ook een roze kleurtje en dat is een 010 Tink Pink. En ik hou natuurlijk ook heel erg van roze. Dus ja, ik vond dit wel hele leuke lakjes. Ze hadden nog wel meer nieuwe nagelproducten, maar deze lakjes sprongen er voor mij wel echt uit. Waarvan ik dacht, die vind ik leuk om echt te gaan proberen. Dan hebben we ook nieuwe producten voor de lippen. En ik heb hier allereerst de Melt & Shine Juicy Lip Balms. Ik heb ze in twee kleuren gekocht. Je hebt best wel veel verschillende kleuren. Ik mocht van mezelf twee kleuren uitzoeken die ik zelf er heel mooi uit vond zien. En dat zijn deze geworden. Ik heb hier allereerst de 010 Beach Blossom. En dat is deze. Dit is dus deze kleur. Ik vind dat zelf wel leuk. En ik weet niet... Oh ja, kijk. Dat draai je dan... Oh, dan moet je hem... dit is de stick. En als je hem dan omhoog wil hebben, dan druk je hierop en dan komt de stick omhoog. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik zal ook even kijken wat er verder nog op staat aan informatie. Het is een glossy lipballen. En hij plakt niet, maar heeft wel een shiny finish. Dus je hebt wel mooie glanzende lippen daarna. Lippen zouden er ook zacht van worden, maar zouden ook weer een plumping effect krijgen. Maar ruik ik dat dan? Nee. Hij ruikt heel fruitachtig, maar ik ruik absoluut geen menthol. Dus dat is die. Maar ik had dus ook deze kleur. Die vond ik ook echt super leuk. En dit is de 060 Malibu Barbie. En ik vond vooral die naam Barbie heel erg leuk. En deze is dan ja ook een heel leuk kleurtje. Roze-achtig, roze-roodachtig. Ik vind hem in ieder geval heel erg leuk.
Hij heeft dezelfde geur, dus ze ruiken niet anders. Maar ze ruiken echt heel erg aangenaam. Dus die vond ik ook echt super leuk. Hier hadden ze ook echt heel veel verschillende kleuren van. Maar ik had dus echt zoiets, oké, ik kies twee kleuren uit die mijzelf heel erg mooi lijken. Want op een gegeven moment moet je ook gewoon kiezen als je zoveel verschillende hebt. Wat ook nieuw is. Dan moet ik alleen even die andere opzoeken. Die ligt hier zo. Dat zijn de Shine Bomb Lip Lockers, die long lasting zouden zijn. Die zien er dus zo uit. Ik ga ervan uit dat dit gewoon van die, ook van die applicators hebben die je bij lipgloss ziet. Ik heb allereerst hier de kleur, dit staat hier op. Fijn. 040 About Last Night. En dat is een rode kleur. Ja, ik hou daar zelf heel erg van. Het is wel echt heel persoonlijk. Ook hiervan heb je heel veel verschillende keuze uit kleuren. Maar ook hiervan had ik zoiets. Ik kies twee kleuren uit die ik heel mooi vind. En ik heb de 060 Pinky Promise. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Want ik hou ook altijd wel heel erg van roze. Het zijn dus liquid lipsticks. En ze zouden een intense kleur hebben. Ze zouden heel comfortabel zijn om te dragen en niet droog aanvoelen. Want dat is heel vaak wel zo met liquid lipstick. Sommige voelen heel droog aan. Die drogen dan helemaal in je lippen in. Dat ziet er helemaal niet zo heel erg mooi uit. Maar dat zouden deze dus niet doen. Je moet het goed schudden voor gebruik. Ik ga ervan uit dat ze dan ook mat opdrogen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd ook naar deze. Ze zien er echt heel mooi uit. Ik denk echt dat ze heel goed gaan bevallen als ik het zo zie. Twee leuke kleuren heb ik gekozen. Maar nogmaals, veel verschillende kleuren beschikbaar. Dan ben ik gelijk toe aan de drie laatste producten. En dat zijn oogschaduwpalettes. Ik ben altijd heel erg dol op de oogschaduwpalettes van Catrice. En ik vind het ook altijd heel erg leuk als ze weer nieuwe palettes uitbrengen. Dit zijn Slim Eyeshadow Palettes. En we hebben dat al wel eerder gezien. Dat waren Pro Slim Eyeshadow Palettes. En de eerste die ik heb, dat is Coral Crush. Dat is deze met de naam 030 Under the Sea. Het zou een professioneel oogschaduwpalette zijn met 14 nauwkeurig uitgekozen kleuren met een hoge pigmentatie. En ze zouden ook heel makkelijk te blenden zijn en het zouden trendy kleuren zijn. Daar ben ik altijd wel nieuwsgierig naar. De namen staan eronder. Ze doen me inderdaad ook wel denken aan de eerdere palettes die uitgebracht zijn. Alleen de verpakking is wat veranderd. Ja, ze zien er wel heel erg leuk uit. Vind ik het hele unieke kleuren. Het zijn wel kleuren die ik eerder heb terug zien komen. Maar ze zien er wel heel leuk uit. Sommige die hebben ook nog een klein streepje erin zitten. Dus dat is wel heel gezellig. Dus dat is deze. Ik kon het dan toch niet laten. Want ik vind deze dan toch heel erg leuk. Dan heb ik ook het Safari Fever palette. En dat is deze. Dit is de 010 Wildlife. Heeft hij als naam gekregen. Dus ook echt super leuk. Ook weer hele leuke kleuren. Die erin zitten. Maar vind ik ze super uniek? Nee, dat niet. Ik vind het wel bij safari thema passen. Maar ik denk niet van wat zijn dit unieke kleuren. Dus ja, het is niet heel vernieuwend. Het laatste wat ik heb is het Blooming Blish oogschaduwpaletten met de naam 020 Colors of Bloom. Ook weer een prachtig palet om te zien. Ik kan niet anders zeggen. En hier zitten dan vooral weer wat roze tinten in. Hier zit ook zo'n kleurtje in met van die, kijk, er zitten van die highlight dingetjes in. Die vind ik altijd wel heel leuk. Maar deze kleurtjes vind ik er ook wel heel leuk uitzien. Maar ik blijf heel eerlijk, het zijn niet de alleruniekste kleuren. Want het zijn wel kleuren die ik al wel vaker heb gezien. Maar ik vind het toch altijd wel weer heel erg leuk om te testen. Dus ik was er toch wel heel erg nieuwsgierig naar. Dus ik ben er wel heel blij mee. Dan waren dit een aantal nieuwe producten uit de collectie van Catrice die ik dus heb gekocht. Deze collectie ligt dus in het vaste assortiment van Catrice. En er zijn ook echt nog wel wat andere producten die ik zelf niet zo interessant vond en gewoon heb laten liggen. Maar ik ben eigenlijk benieuwd of jij ook al nieuwe producten uit de collectie hebt gekocht. Of dat het je misschien helemaal niet zo aansprak. Misschien denk je naar aanleiding van deze video. Goh, ik zou het ook wel leuk vinden om er nog wat van te kopen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welk product jij zelf nieuwsgierig naar zou zijn. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe de producten in gebruik zullen zijn. Dus ik heb ook wel zin om de producten te gaan proberen.
Mocht je het leuk vinden om alsnog een losse make-up video of zo te zien van deze producten, kan je dat natuurlijk altijd laten weten, want dan kan ik er altijd nog een losse video van maken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een mail zodra er een nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!